Het is net Pasen, het is net paaseieren zoeken. Zo leuk vinden ze het. Ik ben Suzanne en ik ben oprichter van Schonie Amsterdam. Ik ruim zwerfafval op sinds 2018. In 2019 ben ik begonnen met mijn Facebookpagina. En daarmee probeer ik andere mensen ook actief te krijgen om zwerfafval op te ruimen. In maart ben ik toen ook begonnen met een opschoondag te organiseren. Via de website van Nederland Schoon. Om ook andere mensen te bereiken die het ook doen. Want je ziet elkaar eigenlijk niet. En na 2-3 keer heb ik hulp gekregen. En nu pakken we het wat groter aan. En waarom bent u hiermee begonnen? Ja, dat is een goede vraag. Omdat ik het zag liggen. Ineens lag het afval daar. Ik zag het ineens en ik ergerde me eraan. En ik ben het gaan opruimen. En hoe vaak loopt u per week? Ik loop wel 2 keer in de week, maar dan heb ik niet de grote zak mee. Dat doe ik meestal na mijn sportrondje. Dan heb ik een boodschappentasje mee en dat gaat thuis in de grote zak. Maar ook als ik de kinderen naar school breng en er ligt onderweg wat, dan pak ik het op. Als ik bij de supermarkt sta, als ik ergens in mijn omgeving iets tegenkom, vlak bij de prullenbak, dan gooi ik het er even in. Het is een beetje een gewoonte geworden, dus misschien wel elke dag. Daarnaast geef ik ook nog gastles op basisscholen. En dan gaan we wat vertellen over afval. En uiteindelijk ook samen de wijk in. En de kinderen vinden het fantastisch om te prikken en op te ruimen. Ik heb wel eens gehoord van het is net Pasen, het is net paaseieren zoeken. Zo leuk vinden ze het. Daarnaast heb ik een prullenbak geadopteerd. Dit is mijn prullenbak, zeg maar. En ik zorg dat die leeg komt samen met een andere een bewoner hier uit de buurt. 11 maart hebben we voor de 6e keer een opschoondag hier in Amsterdam. Dan beginnen we om 10 uur bij de voorkamer. Daar verzamelen we, daar reiken we de spullen uit wat je nou nodig bent. En dan gaan we met z'n allen opruimen. Want alleen krijgen we het niet schoon in Amsterdam. Het is blijft verbazend hoeveel afval er op de straat blijft liggen. Wat hoopt u in de toekomst nog te bereiken met dit initiatief? Misschien een huisje voor uitlenen van spullen. Dat iedereen het makkelijk kan pakken. Waar je dan ook misschien je afvalzakken kunt neerzetten. Meer spandoeken om kenbaarheid te maken aan wat we doen, wanneer we doen. Want er zijn nog steeds mensen die het niet weten.